bij Bennis een beetje teleurgesteld? Weet je wel, ja, gezien de doelpunten. We zaten er eigenlijk wel goed in. Ik denk dat we ook conditioneel beter waren. Alleen maakten we de kansen niet af. Dat is een beetje, dat zien we het hele seizoen terug, helaas. Ja, je had een leuke reeks nu, want gelijk tegen Strandvogels en winst tegen Kwiek, 78, 2-0. En nu dan verlies je met 2-1. Waarom lukte het niet? Ja, dat is een goede vraag. Of het dubbeltje? Dat is het een beetje, ja. Kijk, zelfs hun kregen nu in de eerste helft wel een penalty met een handsbal. En wij krijgen hem dan bijvoorbeeld weer niet. En dat zet wat allemaal dan tegen zit. Dus dit was niet echt gezet in de hands. Het is een vraag. Als je hem dan wel gelijk in het begin al een strafschop krijgt. En dat gelijk al getild wordt naar 2-0. En dan kijk je natuurlijk al tegen een achterstand. Ja, dat was wel een klap. En dan konden hun zich ook meer ingraven. En dan moesten wij komen. Gelukkig scoorden we dan wel snel weer uit naar rust. Helaas konden we niet de aansluitingstreffer maken. Volgende week tegen de Valk, hè? Ja, tegen de Valk. Wat moeilijk, hè? Berkhout en DWB hebben we nog. Ja, DWB is ook een lastige tegenstander. Ja, daar hebben we wel van gewonnen. Ja, maar goed. Ik bedoel, vorige week speelden ze tegen de Valk 1-0 verlies. Maar het was een 0-0 wedstrijd. Oké. Maar goed, jullie moeten nog tegen de Valk een beetje... Is dat toch een beetje een dure ruzie? Nou, we gaan waarschijnlijk op de fiets heen, dus we blijven ook gewoon zitten. Dus dat is gewoon gezellig en niet haat en nijd, hoor. Dat is niet. Alleen met spirit hebben we dat. Ja. Weet je wat schrik vindt bij Woudia? Vroeger had je allemaal Seimen. Je zit geen één Seimen in de eerste helft. Nee. Een paar jaar terug nog wel, maar nu ook niet meer. Nee. Nee. Hoe lang speel je al bij Woudia? Ja, mijn hele leven eigenlijk al. Oké. Dus, je komt hier van het dorp? Ja. Ja, Wagenaar die wordt dan in het veld gezet en dan denk ik, waarom zet hij niet eerder in? Ja, Wagenaar die traint nu net weer 2 weken met ons mee. En eigenlijk ook gewoon om ons te helpen en te ondersteunen. En hij is natuurlijk groot en sterk, dus we willen graag Stormdam gebruiken. Maar hij heeft wat snelheid tekort, hè? Ja, en dus wat conditie en daar is hij nu mee aan het trainen. Dus, Nou, hij is dus weg. Gaat naar de Blokkers. Ja. Dat was al een tijdje bekend. Met de huidige trainer? Zwageman. Hans? Ja, die heeft de meeste van ons ook in de jeugd getraind. Dus dat was voor ons al een bekende. En het gaat gewoon eigenlijk om de sfeer in de groep. Dat die goed blijft en positief is. Ja. Verder maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Hey, en jullie gaan het nu alleen om het behoud van in de vierde klasse? Ja, klopt. Maar vorig jaar ging het een stuk beter, dacht ik. Ja, het zit allemaal een beetje tegen, helaas. Dan kan je er ook zomaar eens uitgaan. Dus, we hopen niet dat dat gebeurt. Nee, maar goed, in ieder geval dat mocht voor jullie toch wel een... Ja, zeker. Maar anders moeten we nog na competitie. En ik weet niet precies hoe het met Andijk zit, want ik hoorde dat die weer waarschijnlijk naar de zaterdag gaan, het volledige team. We moeten gewoon zorgen dat we helemaal en Blokkers komt terug, die is al gedegradeerd. Maar of die zondags doorgaan is ook nog maar de vraag. Oké, dat is het. Die vierde klasse is natuurlijk toch... toch relatief wel een moeilijke klasse. Ja. In principe kan iedereen van elkaar winnen, hoor. Dat zien we wel. Ja, maar goed, St. George de Valken 1-3. Dan denk ik, St. George is toch wel een hele goede ploeg. Ja. Weet 4-1 te winnen van HSV Sport. En dan denk ik, heeft de Valken nog een hele lastige middag. Ja, nee, zeker. Dat is volgende week is gelukkig nog geen kermis in Van Huizen. Dus dat voordeel hebben ze. Ja, wij niet, helaas. Ik had wel graag een kermisje daar gezien. Oké. Dat kan allemaal wel. Maak er nog wat van, deze competitie. Dat doen we. We gaan ervoor.